Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer een heel mooi voorjaarsarrangement maken. Het is weer anders dan anders. Ik heb een heel mooi ondergrond van berkenhout. Dus we gaan met mooie natuurlijke materialen werken. We gaan met wat droge materialen werken. Voorjaarsbolletjes, plantjes. Dus we gaan er echt iets heel leuks van maken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets. Maar daardoor blijf ik op de hoogte van alle video's die ik maak. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Of vind je dit soort video's leuk? Doe ook even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopjes cursuspakketten. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Ik zei al, ik heb een heel mooi ondergrond. Wat we als eerst gaan doen is het helemaal mooi inwikkelen. Ik haal jullie iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst gaan we hem helemaal inwikkelen in touw. Echt alleen de ring, dus de onderkant laat ik vrij. Gewoon kriskras. Door elkaar. Dat geeft gelijk al een heel apart effect. En aan het eind doe je er gewoon even een knoopje in, zodat hij goed vast zit. Dan is dit bij mij het resultaat. Het komt niet precies, maar het moet mooi gewoon een wirwar van touw zijn. Dan heb ik een hele mooie egiveria. Deze gaan we straks in het midden verwerken en kijk al wat hij doet. Het leuke hieraan is dat je deze gewoon zo kan verwerken zonder dat er wortels aan zitten. En die blijft echt heel lang goed. Deze gaan we bevestigen met een beetje lijm. Je doet daarbij gewoon een beetje lijm onder op de plant en dan bevestig hem je hier onderop het frame. En houd hem dan even vast dat de lijm goed gedroogd is. Dan heb ik mooie Craspedia en die wil ik een beetje mee laten lopen met het stuk. En wat ik dan doe is dat ik hem eerst even kijk hoe lang ik hem wil. Dus dan maak ik hem op maat. En daarna doe ik hem achter het touw. Dat hij een mooi plekje krijgt. En de onderkant doe ik een klein beetje lijm op. En die maak ik dan vast aan de onderkant. Zodat je een heel mooi lijnenspel krijgt, zoals je ziet. En dat doe ik met nog een Craspedia. Die maak ik iets korter. Mooi disteltje en ik doe hetzelfde alleen dan aan de andere kant. Ik steek hem weer achter het touw, doe een klein drukje lijm. Je kan ook koud lijm gebruiken. Gebruik je het lijmpistool, zorg dan dat het lijmpistool niet zo warm is. Wat ik dan doe is voordat ik hem ga gebruiken haal ik eventjes de stekker eruit. Hij zal ook door het touw blijven zitten hoor, maar ik vind het net wat steviger als er iets extra lijm aan zit. Kijk, en ik krijg nu al een heel mooi lijnenspel. Dan heb ik mooie granen en om hem even spannend te maken, kijk je kan natuurlijk alles mee laten lopen, maar vind ik het ook mooi om in de lengte het dwars overheen te doen. Gewoon weer door. Dus
weven er tussendoor. En die mag ook voor mij best wel langer zijn dan de ring. En dit herhaal ik. Het leuke aan dat touw is dat je het er nou eigenlijk tussen kunt weven. En daar op die manier kunt vastzetten. Deze maak ik iets korter qua grassen. En dan heb ik er nog één. Je kan er ook eentje aan de andere kant doen. Maar ik vind het leuk in het lijnenspel om alles aan één kant te houden. Wat natuurlijk niet mag ontbreken zijn kwatto-eitjes. Heel sierlijk in dit stuk en geeft net apart effect. En deze verdeel ik her en der over het stuk op verschillende plekken. Maar je kan bijvoorbeeld ook een rijtje maken langs de kant. Daarin kun je zelf je eigen stijl geven, maar ik vind het leuk om hem helemaal te verdelen. En wat ik ook leuk vind, is om er een kapot eitje tussen te doen. Dus ik maak er even eentje kapot om alleen die schilletjes te gebruiken. En die her en der te verdelen. Dan heb ik hele leuke voorjaarsbolletjes. En deze kan je ook een plekje geven in een stuk. Je kan onderop de bolletjes plaatsen. Maar het leuke is dat om ze ertussen te doen. Dat vind ik tenminste heel erg leuk. En wat je daarmee doet is gewoon eventjes een touwtje om het bolletje heen. En hiervoor kan je zowel nassetjes als druifjes gebruiken. Als ze maar niet te zwaar zijn. Ik wikkel dit eventjes goed in. Knoop het aan het eind vast, zodat het touwtje goed vast zit. En hou nog wel een stukje over, zodat je hem daarmee kan bevestigen aan het touw. En dan maak je hem aan de achterkant gewoon vast. Met een knoopje. En dan kan je straks de uiteindes afknippen. En dit herhaal ik. Dan heb ik nog wat mooie grasjes die ik bij tussenstop vanuit het midden en die laat ik versterken. Daardoor laat ik die andere grassen weer versterken in het stuk. Deze doe ik alleen iets korter. En dan als laatste voegen we even wat mos onderaan toe. Geeft het een mooi natuurlijk effect. Je kan het zelfs ook een beetje bovenaan doen als je het leuk vindt. Gewoon met een klein dotje lijm. En dit doe ik ook met een klein beetje Tilantia. Echt een heel klein plukje.
Ik plak het op het mos zelf, maar je kan het natuurlijk verdelen naar wens. Klein beetje tussen de plant. Nou, en kijk dan wat een plaatje. En om het af te maken heb ik hele leuke anijssterretjes. Die verdeel ik ook nog even tussen het stuk. Je kan dit stuk natuurlijk ook meer op groepen maken. Ik heb hem nou helemaal mooi verdeeld. Maar je kan ook in groepjes werken. Het leuke aan dat touw is dat je een heel speels effect krijgt. Het wel luchtig is. En een heel apart stuk krijgt. En dan is dit het resultaat. Het is echt een heel apart stuk geworden. Net even anders. En hij is heel lang houdbaar. Dus dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Je hebt er mooi lang plezier van. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloeist.nl. En bestel hem dan gauw. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de boordactie. Door een leuke reactie achter te laten kon je dat DIY pakket winnen. En hier komt de winnaar in beeld. Gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en zorg dat het DIY pakket jouw kant op komt, zodat je er zelf mee aan de slag kan gaan. En ik ga deze ook nog eens een keer weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Laat even een leuke reactie achter. Doe een duimpje omhoog en wil je dubbel kans maken, deel dan dit DIY pakket of deze video via Facebook of Instagram. En dan hoop ik dat jullie weer een leuke les vonden en wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!